Het is mijn eerste dienst na de vakantie en na het studieverlof. Vooral dat laatste is afkicken. Maar het is de laatste dienst dat Hans Arnold als organist van ons speelt. Dat is toch ook wel een gedenkwaardig moment, wat we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Ik zou graag aan Hans en Emmy willen vragen om even af te dalen van jullie troon achter het orgel. En toch even naar voren te komen. En kom maar even op het hoge podium staan, anders is de afstand zo groot. Ja, Hans en Emmy, 1983 was volgens mij het jaar dat jullie in Leusden kwamen wonen. Net als wij en net als een heleboel andere gemeenteleden toen de wijken werden gebouwd. Volgens mij was jij niet direct beschikbaar als organist, maar dat heeft een jaar... aantal jaar? Heel veel. Er waren toen heel veel. Kijk aan. Ja, dat is nu wel anders. Dat is nu wel anders. Wanneer ben je ongeveer begonnen? 5 jaar later. Ja, 5 jaar later. Dat betekent 35 jaar, 34 jaar achter dat orgel. En dat, ik heb dat eens even zitten uitrekenen. Als je dat met een klusje organisten moet verdelen, dan komt dat neer op meer dan 1000 diensten begeleid. 1000 diensten, dat is wat. Als je daar de tijd achter het orgel voor rekent en de tijd van voorbereiden. En want ik weet dat jullie dat uitermate zorgvuldig deden, daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar jullie gaan nu verhuizen naar Noorderloos. Een plaats zonder noorden. Ja. Nou, ja, de dominee zei het al eventjes, wij wensen jullie natuurlijk God zegen daar... maar we willen toch even terugblikken op de periode hier in Leusden. Want jij noemde het al even, het college van organisten. Zo bestond dat toen. Met Henk Veldman, Wim den Otter, Jan Kortes, Peter Mulder. Hey, Anton Munneke, ja zeker. Zeker. Nou, en jij? En ja, ik zei het al, Hans was altijd gedegen in zijn voorbereiding. En dat bleek ook maar weer voor deze dienst. He, want de liturgie gaat dan rond en dan krijgt de organist het lijstje van liederen die begeleid moeten worden. En daar wordt dan even over gemaild. Oké, wat doe je met de zegen? Wat doe je met het votum? Gewoon om geen verrassingen te hebben. Dus ik vond het ook wel een beetje spannend om jullie naar beneden te halen. Zonder dat met jullie te hebben afgestemd. Want dat is wel een verrassing voor jullie. Goed, die voorbereiding, je hebt me wel eens verteld dat dat ook best wel wat spanning met zich meebracht. Het was spannend om dat goed te doen, want je hebt verschillende liederen te begeleiden. En wij denken dat het allemaal uit de losse pols gaat, maar dat is echt niet zo. Wat daarin belangrijk was, is dat je het altijd vanuit je hart deed. Vanuit je tenen zelfs. En dat... Pro Deo,
hè, voor God en zijn gemeente. En soms samen met Emmy, op de fluit, naast het orgel. Ik moet eventjes mijn briefjes. Ja. En dat in een kerk die voortbeweegt. Nieuwe liederen. Psalmen voor nu, opwekkingliederen, nieuwe manier van begeleiden en een steeds grotere groep van muzikanten. Dus nog meer afstemming en nog meer zorgen dat het duidelijk is. Dat was niet altijd makkelijk. Het was niet altijd makkelijk voor de liturgen die uit nou ja, een paar duizend liederen kunnen kiezen om te zingen in de dienst. Maar dat was ook niet altijd makkelijk voor de muzikanten. Het orgel leek een beetje op de tweede plek te komen. Corona kwam. Ja, lege kerken. Een dominee en de techniek en de ouderling van dienst. En een aantal mensen die muziek maakten die goed te beluisteren was voor thuis. Daar had het orgel op dat moment geen plek in. Dat heeft pijn gedaan, hè, ondanks het feit dat het misschien wel zou kunnen, maar je koos voor de beste oplossing. Gelukkig kon het nu weer en konden we ook nu weer van jouw orgelspel genieten. Ja, en jij zei het zelf al, het was een hele klus, hele club organisten. Ja, we hebben er nou nog één, Peter Mulder. Jullie vertrekken. En ja, Jan Kortus natuurlijk, ik zag hem al even zitten. Jan en Peter. Jan ook weer terug nadat hij even gestopt was. Want we hadden hem echt wel nodig. Want dat orgel is best wel een belangrijk instrument, ook in de kerk. En dat blijft het, wat ons en wat de kerkraad betreft. Maar goed, Hans en Emmy, jullie gaan Leusden verlaten. Ik weet niet precies wanneer, maar dat krijgen we vanzelf te horen. Hans, hartelijk dank voor jouw trouwe dienst, je trouwe inzet voor je orgelspel, voor de liefde voor het instrument, voor de liefde voor God en voor de liefde voor de gemeente die daarin uitkwam. En Emmy, dank je dat je altijd achter Hans stond en hem steunde en meespeelde af en toe. Dat deed je in mooie tijden, maar dat deed je ook in ingewikkelde tijden. En we hebben daar wel over gesproken. En het is belangrijk dat we op een goede manier afscheid nemen. En daarom wensen wij jullie ook alle zegen van onze God en Vader toe in Noorderloos. En ja, nogmaals, hartelijk dank. En die duizend uren, of die paar duizend uren die erin zitten om de gemeente te begeleiden. Ja, dat kun je bijna niet vertalen in een cadeautje. Maar ja, die zijn voor Emmy. En ik heb hier een hele kleine bijdrage voor jou, Hans. Er zal ongetwijfeld nog wat in het huis moeten gebeuren. En er zijn altijd wensen. Maak er gebruik van. En denk daarbij aan ons. Waarbij wij jullie uit ons hart willen bedanken met een daverend applaus. Alsjeblieft. En Hans, kennende is het geen man van woorden, maar van tonen en noten. Dus wij gaan nog even van hem genieten.